Hoi, ik ben Joeri Meulemans. Ik ben 21 jaar en ik doe al jaren hardlopen. De medailles hier zijn alle wedstrijden die ik heb gedaan. Ik heb al een heleboel mooie tijden gelopen. Er is alleen één ding wat ik jammer vind. Ik heb nog nooit 10 kilometer onder 40 minuten gelopen. Het is nu 2018 en nu gaan we er wat aan doen. Dit is Road to 39. Yo, beste kijkers van Open Rotterdam. Het is alweer de tweede aflevering van Road to 39. Ik sta hier naast Patrick Quist. Aangenaam. Hoi jullie. De hardloopkampioen van Rotterdam. Ja. Dankjewel. Vertel eens, wat heb je allemaal gewonnen? Ja, wat heb ik allemaal gewonnen? Dat zei, ik heb veel wedstrijdjes mogen winnen. De bruggenloop onder andere. Ik ben een paar keer snelste Rotterdammer geweest op de marathon. Ik ben wereldkampioen momenteel op de 5 kilometer nog in mijn leeftijdsklasse. En wat is de snelste tijd op de marathon? De marathon, de snelste tijd is 26:59. Maar was volgens mij 3:47 was je eerste marathon? Ja, klopt. Uitlopen. Ja, je loopt de marathon om uit te lopen, dat is de kunst. Want er is nogmaals respect naar de mensen die het lopen, maar dat is gewoon echt kinderspel met wat je nu kan. Nou nee, ik zou eerlijk zeggen dat het toen zwaarder was dan wat ik nu kan. Dus de marathon uitlopen, dat is gewoon het doel. En dat is het knappe eraan. En iemand die er 5 uur over doet, die verdient eigenlijk meer credits dan iemand die het snel kan. Maar die is er zo weer vanaf. Mijn moeder heeft 5:10 op de marathon gelopen, dus... Respect. Bij deze man. En als je zo'n bruggenloop wint, dat moet toch ook wel een fantastisch gevoel zijn? Ja, dat is het mooiste gevoel wat je kan hebben als Rotterdammer natuurlijk. Hè? Wat voel je dan als je voor het eerst bijvoorbeeld onder de 40 minuten loopt op de 10? Ja, dat zou ik eigenlijk niet meer weten, want ik ben niet zo bezig met mijn tijden. Ik ben meer bezig met van loop ik lekker. En daarna gaan we, ik weet nog wel de eerste keer dat ik een 31 liep, toen had ik wel zoiets van wow. Vertel eens, wat gaan we doen? Ja, jij wilt onder die 40 minuten komen, dus daar moet aan gewerkt worden. En dat gaan we bereiken door te trainen op de baan. En dat doe je dan niet één keer, maar dat doe je dan minimaal 2 keer per week. Moet je dat wel doen. Dus dat wordt werk aan de winkel voor jullie. Ja. Nou, ik zou zeggen, laten we maar beginnen. Ja, dan beginnen we vandaag met een interval. 400'tjes. Dat gaan we een beetje op de tijd doen die jij wil gaan lopen. Dat zijn 90 seconden. De ronde wordt het dan ongeveer 1,5 minuut, 16 per uur lopen. En dan daar beginnen we eens mee. En kijken hoe ik dat, kijken of ik dat überhaupt trek. Dat is ook belangrijk. Daar moet je de handdruk op. Yo mensen, we zijn nu 2 dagen verder. Het is nu tijd om terug te kijken naar de training. Wat mij is opgevallen is dat mijn verbeterpunten nog liggen in de stabiliteit, het zwaaien met de armen en mijn voetlanding. Maar desondanks, ik heb de training wel gehaald. Om te voorkomen dat ik spierpijn zou krijgen van deze training heb ik gisteren 6 kilometer hard gelopen met kilometertijden van ongeveer 4:59. Maar ik heb niet op mijn kilometertijden gelet, ik ben gewoon gaan lopen op een tempo wat ik fijn vond en ik ben gaan ophouden toen ik het niet meer fijn vond. En bovendien heb ik gisteren ook nog 43 kilometer gefietst, dus ik hou mijn conditie wel op orde. En daarmee zijn we aangekomen aan het einde van aflevering 2 van Road to 39.
volgende week aflevering 3. Ik ga nog niet vertellen wat er dan gaat gebeuren, maar dat kun je vooral volgende aflevering zien. Je kan me nog steeds volgen wat hier staat. En als je hem leuk vond, dan zie ik je volgende week terug.